That's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life, said love will remind you. How could you leave it all behind? One day in your life, it's gonna find you. Ongemanierde klote ziekte. Hij komt vaak binnen zonder kloppen. Soms klopt hij wel, maar dan hoor je het niet. Doordat je denkt dat het geluiden zijn die nu eenmaal bij je leven horen. Een van mijn beste vriendinnen, Jolanda, was 27 toen er heel zachtjes geklopt werd. Ze had verklaringen voor alle kwaaltjes die ze had. De moeheid kwam door het harde werken. Het nachtelijk zweten door haar nieuwe dekbed. En de ongelofelijke jeuk op haar benen was vast een allergische reactie op het een of ander. Het bleek Hodgkins te zijn. Een klap in de gezicht. Alle dromen en toekomstplannen kregen een ongenadige schop. Maar Jolanda besloot vol positiviteit en humor dit smerige varken te gaan wassen. We hebben met vrienden een hair farewell party gevierd. Hup, de tondeuze erin toen haar toch niet meer te redden viel. Mijn cadeau voor haar was een My Little Pony met borsteltje. Kon ze toch nog wat kammen. Alles werd aangegrepen om het leven te vieren en de kanker lachend in het gezicht te kijken. De behandelingen sloegen aan zoals het in een droomscenario zou moeten gebeuren. Jolanda is nu 31 en sterker en mooier dan ooit. Ze zingt, ze acteert, ze schittert en ze straalt. Jolanda leeft. My love, would you think I'd break down and cry? Op voor alle mensen die op een of andere manier te maken hebben met kanker. De patiënten, maar ook de verzorgers en de dierbaren. Ik verloor ook vrienden, mijn schoonvader Ron en mijn eigen lieve moedertje aan kanker. Er is ongeloof, altijd. Ik vergelijk het wel eens met een hele foute loterij. Je krijgt het plotseling, onverwachts. En je kunt het niet voorkomen. Het is maar afwachten hoe het afloopt. De strijd is er altijd. En de hoop dat het goed komt. Maar ook het leed en te vaak de teleurstelling dat het niet is gelukt de ziekte te overwinnen. Verdriet om verlies. Ik sta op voor alle mensen met kanker en wens met heel mijn hart dat er medicijnen zullen worden uitgevonden, waardoor de kans groter is dat men van kanker kan genezen. Zodat kanker niet altijd hopeloos is, maar juist dat er hoop is. En die hoop kunt u nu geven door thuis te bellen en donateur te worden. Bel 0800 1160. Sta op.
in your